Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. U kunt vandaag in uitzending 780 opnieuw luisteren naar een gedeelte uit het boek Jezaja. Hoofdstuk 12, zagen we de vorige keer, is een lied dat de eerste hoofdstukken van het boek afsluit. Het is een loflied over Gods machtige bevrijding van zijn volk. De mensen hebben de weg naar de Heer teruggevonden. Eerst is er een lofzang, omdat de woede van de Heer over hun zonde voorbij is. Dan is er ruimte voor troost en lofzang. Het tweede deel richt zich op het bekendmaken daarvan. Gods volk krijgt vergeving en is daar dankbaar voor. Maar het is meer. Anderen moeten ook horen over deze geweldige God. Zijn boodschap van vergeving moet overal bekend worden. Christenen mogen vandaag en elke dag vertellen over Gods grote genade. Het is goed om lofliederen te zingen. Maar dat is niet het enige, daar moet het niet bij blijven. Nu is er namelijk nog tijd voor mensen om zich te bekeren. In de vorige uitzending stonden we stil bij de grote omvang van de dag van de Heer. Die omvang komt naar voren in de verklaring dat de sterren, de zon en de maan hun licht niet meer zullen laten schijnen. Wat begint als een concrete beschrijving van de ondergang van Babel, loopt uit op een beschrijving van de dag van Gods oordeel. Jezaja 13, versen 14 tot en met 16. Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk. En iedereen zal vluchten naar zijn eigen land. Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken. En ieder die gegrepen wordt, zal vallen door het zwaard. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht. De val van Babel wordt met menselijke verschrikkingen omschreven. De inwoners van het koninkrijk Babylonie worden achtervolgd, dwalen rond, vluchten of worden neergestoken. Vrede en verschrikkelijke dingen overkomen hun vrouwen, jonge mensen, kinderen en baby's. Jezaja 13, vers 17 Zie, ik zal de meden tegen hen opzetten, die zilver niet achten en op goud niet belust zijn. Hier wordt de naam van de vijand genoemd. Het zijn de meden. De meden woonden in het huidige Iran, ten zuidwesten van de Kaspische Zee en ten noorden van de Eufraat. De meden worden ook genoemd in Jesaja 21 en Jeremia 25 en 51. De meden komen niet om het zilver en goud. Het gaat hen niet om buit. Hun doel is, met meedogenloze vreedheid, hun vijand Babel vernietigen. Jezaja 13 vers 18 Maar hun bogen zullen jongens verpletteren. Zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien. De veroveraars hebben geen medelijden, ook niet met kinderen. Hiermee wordt nogmaals aangegeven hoe hard het leger van de meden zal zijn tegenover de Babyloniërs. Isaiah 13, vers 19 Babel, het sieraad van de koninkrijk, de luister en de trots van de Chaldeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Deze profetie is vervuld. Babylon was het grootste koninkrijk dat ooit op deze aarde bestaan heeft. Het Macedonische Rijk was groot, het Egyptische Rijk was groot, en het Romeinse Rijk evenzo. Op een gegeven moment kan Groot-Brittannië een grote natie genoemd worden. Maar ik denk niet dat iets met de glorie van Babylon te vergelijken is. En God werpt die cultuur omver, zoals hij met Sodom en Gomorrah deed. Alles wat je maar hoeft te doen is naar de ruïnes van het oude Babylon kijken om in te zien dat dat gebeurd is. Het was een grote stad die nooit herbouwd werd. Andere grote steden zijn herbouwd. Dit is zeker waar van Jeruzalem. Rome werd verwoest en herbouwd. Steden in Europa werden plat gebombardeerd, helemaal weggevaagd en werden herbouwd. Frankfurt in Duitsland werd platgegooid en het rees op uit de as van een grote stad. Maar Babylon verrees niet. God zei dat het nooit weer bewoond zou worden. Het is waar dat Babylon in de toekomst herbouwd zal worden, maar niet op de oude plek van Babylon. Het zal op een andere plaats herbouwd worden. Babylon vertegenwoordigt verwarring en het toekomstige Babylon zal weer een groot handelscentrum, een groot religieus centrum. Een groot politiek centrum, een machtscentrum en het onderwijscentrum van de wereld zijn. Jezaja 13, vers 20. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten en geen herder zal daar neerstrijken. Jezaja geeft aan dat het land voor altijd onbewoond zal blijven en duidt daarmee op een vervloeking. Het is zelfs zo dat geen Arabier of nomade daar zijn tent meer zal opzetten en ook herders zullen er niet overnachten. Het woord Arabier moeten we hier vooral opvatten als bewoner van het steppengebied, ten oosten en zuiden van Israël. Daarom kan het ook worden vertaald met nomaden. Jezaja 13, versen 21 en 22. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerleggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Gyena's zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij en zijn dagen zullen niet worden uitgestaald. Hier is opnieuw een dubbele laag in de professie, waarbij sprake is van een eerste vervulling in de nabije toekomst en een uiteindelijke vervulling in de op dat moment nog verre toekomst. Want de beschrijving van dieren die in het gevallen Babel zullen wonen, doet denken aan openbaring 18, vers 2. Daar staat: En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzingwekkende vogels. Jezaja 14, vers 1 Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen, en hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jacob voegen. Na de verklaring dat de tijd van de verwoesting van Babel nabij is, volgt het doel van deze goddelijke daad. De Heere schenkt redding aan de Israëlieten. De Heere zal zich erbarmen over de Israëlieten, de nakomelingen van Jacob. Hij zal zich opnieuw over Israël ontfermen, het volk dat hij uitgekozen heeft. De herhaalde verkiezing is niet gebaseerd op de bereidheid van de Israëlieten om zich te bekeren, maar uitsluitend op Gods genade. Isaiah 14, vers 2 De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit nemen, als slaven en slavennen in het land van de heren. Zo zullen zij gevangen houden wie hen gevangen hielden, en heersen over hun onderdrukkers. Israël zal gevangen nemen die hen gevangen hebben genomen, en heersen over hun onderdrukkers. De rollen worden omgekeerd. Er is sprake van onderwerping, maar de intentie is heilvol voor Israël en de volken. Het herstel van het volk en het land Israël zal gevolgen hebben voor andere volken. Zij mogen delen in het heil en de vrede van Israël. Het houdt ook in dat Israël heerst over andere volken en naties. Deze beloften overtreffen de ons bekende historische werkelijkheid en bevatten elementen die pas in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Isaiah 14, versen 3 en 4: En het zal geschieden op de dag waarop de Heer u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten. Dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel en u zult zeggen: Hoe houdt de onderdrukker op? Opgehouden is de onderdrukking. De Heere zal de Israëlieten in de toekomst bevrijden zoals hij ook heeft gedaan in de tijd van de onderdrukking door de farao. Als de bevrijder er is, zal het volk een spotlied zingen over de koning van Babel. Het lied dat volgt kan het beste worden gedateerd in de tijd rond 702 of 701 voor Christus. Het is de periode waarin Juda en Jeruzalem bezweken voor de verleiding om te bouwen op een bondgenootschap met de koning van Babel. Een bondgenootschap met Babel geldt als een verklaring van ongeloof in de God van Israël. Door het spotlied over de val van de koning van Babel wordt aan de Israëlieten vertaald dat de Babylonische vorst niet is opgewassen tegen de Heere en daarom moet Israël voor de Heere kiezen. Het eerste deel van het spotlied beschrijft de dood van de tyrannieke koning. Met ironie geeft Jezaja aan dat het gedaan is met de onderdrukker en dat de onderdrukking is opgehouden. Jezaja 14, versen 5 tot en met 8: De Heere heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, die volken sloeg in verbolgenheid. Met slagen zonder ophouden, die een toren over de heidenvolken volken heerste, en met een vervolging zonder inhouding. Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich, zelfs de cypressen verblijden zich over u. De ceders van de Libanon zeggen: Sinds u daar gevaild ligt, klimt niemand omhoog om ons om te hakken. Het ingrijpen van de Heer is voor alle volken tot zegen. De vrede en vreugde strekken zich ook uit tot de schepping. Het is gedaan met het omhakken van de wouden ten behoeve van militaire operaties. Jezaja 14, vers 9. Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt terwille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan, al de koningen van de volken. Het tweede gedeelte van het spotlied spreekt over de afdaling van de tiran en het dodenrijk, ook wel het graf of de Sheool genoemd. Het is een ellendige plaats waar onrechtvaardigen na hun overlijden terechtkomen. De traditionele visie is dat Sheol een dodenrijk voor zondaren en rechtvaardigen is en dat iedereen er na de dood terechtkomt. Het woord wordt ook al vertaald met graf en dan gaat het vooral om het lichaam. De laatste jaren is het begrip Sheol intensief bestudeerd en de meningen van verschillende Bijbelgeleerden gaan nu toch meer de kant op van een negatief voortbestaan na de dood. Daarom is het van belang het gebruik van het woord in het Oude Testament in kaart te brengen. Het begrip Sheol komt meer dan zestig keer voor en wordt altijd gebruikt zonder bepaald lidwoord, zodat we het moeten opvatten als een eigen naam. Er kunnen aan de hand van het gebruik van het woord in het Oude Testament drie conclusies worden getrokken. Ten eerste, de term Sheol wordt het meest gebruikt in psalmen, in bespiegelende en in profetische literatuur, waar de auteurs persoonlijk betrokken zijn bij hun uitingen. Daarentegen wordt het woord bijna niet gebruikt in verhalende teksten. En als het gebeurt, dan bijna alleen in de directe reden. Het woord Sheol wordt nooit gebruikt als de dood van een aardsvader, koning, profeet, priester of een gewone Israëliet wordt beschreven. Het woord Sheol ontbreekt in de wetteksten, zelfs in teksten die de doodstraf noemen. Het betekent dat Sheol een woord is dat een persoonlijke betrokkenheid aangeeft en ook emoties oproept. De tweede conclusie is dat de term Sheol niet specifiek is voor één bepaalde periode van Israël. Maar zowel in vroege als in late literatuur wordt gebruikt. Ten derde is het opvallend dat het woord zo weinig wordt gebruikt als we letten op de omvang van het Oude Testament en de vele verwijzingen naar de dood die erin staan. Het werkwoord sterven komt zo'n duizend keer voor, maar er zijn maar een honderdtal verwijzingen naar iets wat de onderwereld aanduidt, en dat gebeurt zo'n 65 keer met het woord Sheol. Dit kleine aantal is opmerkelijk in vergelijking met de uitgebreide voorstellingen bij de buurvolken van Israël, de onderwereld. Het Dodenrijk staat niet centraal in het geloof van Israël. De Heere is vooral de God van de levenden. Sheol is een plaats die wordt gekenmerkt door scheiding van de Heer. De bewoners van het Dodenrijk zullen zich daar de Heer niet herinneren, prijzen of danken. Het is een land van de vergetelheid, met doden aan wie God niet meer denkt. De Sheol of Dodenrijk is daarmee een passende plaats voor de goddelozen, maar ook een plaats die gevreesd wordt door de rechtvaardigen. Toch kent de Heere het Dodenrijk wel. En is deze ook toegankelijk voor hem. Want een verblijven in het dodenrijk betekent niet dat de bewoners van het dodenrijk aan de heren kunnen ontsnappen. Sheol, het dodenrijk, ligt open voor God en beperkt zijn macht niet. Maar Gods macht over het dodenrijk betekent niet dat overleden mensen in het dodenrijk hem daar kunnen naderen. Sheol is een plaats van waaruit geen terugkeer mogelijk is. Een gevangenis met poorten en grendels. Er is een vorm van gevangenschap. Het bestaan van het dodenrijk wordt in de Bijbel niet gedetailleerd aangegeven. Het is een plaats van duisternis en stilte. De dood, en daarmee ook het dodenrijk, is de grote gelijkmaker van allen, klein en groot, slaaf en vrije. Terug naar Isaiah 14, waar de val van een machtige koning tot het lage niveau van andere overleden heersers beschreven wordt, naar de Sheol. Isaiah 14, versen 10 en 11 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u, ook u bent nu zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. In het dodenrijk verliest de Babylonische heerser, net als de andere koningen en leiders, zijn macht. Al zijn praal is samen met het geluid van prachtige muziek weggestorven in het dodenrijk. Isaiah 14, versen 12 tot en met 14 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt gevallen op de aarde. Overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. Het spotlied gaat terug in de tijd, door de val uit de hemel te beschrijven. Er zijn parallellen met Canaanitische literatuur, waarin de godheid die Venus representeert in opstand komt tegen de oppergod. En vervolgens ter aarde valt. Zoals Venus neervalt, valt de Babylonische heerser. We krijgen het beeld van een tiran die zich tot het niveau van de Allerhoogste wil verheffen. De schildering van de zelfverheffing van de Babylonische heerser geldt als een ultieme vorm van arrogantie tegen de Heer. Hij zei wel in zichzelf dat hij tot de hemel zou opklimmen. Hij zou de hoogste troon bestijgen, en hoger dan de sterren heersen. Hij wilde gelijk zijn aan de Allerhoogste. In het Nieuwe Testament wordt een dergelijke houding verbonden met Satan en toegeschreven aan de Antichrist, die zich in de tempel van God zal plaatsen. Deze versen verwijzen dus ook naar de duivel. In Lucas 10, vers 18 zegt de Heere Jezus: Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Bij Joodse Bijbeluitleggers, maar ook bij veel christelijke Bijbeluitleggers, vinden we hier het motief van een strijd in de hemel voor de schepping, waarbij Satan uit de hemel werd geworpen. Daarbij moeten wij niet vergeten dat Jezaja in de eerste plaats spreekt over de koning van Babel. Toch overstijgen zijn woorden de gewone aardse dimensies. We kunnen hier denken aan de voorstelling van vorsten van de engelen die gestaald zijn over de volken. De gebeurtenissen in de hemelse gewesten en op aarde zijn met elkaar verbonden. Geestelijke krachten bepalen het gedrag van heersers op aarde. De arrogantie van alle tegenstand tegen de Heer wordt vroeg of laat gestraft door een diepe vernedering. Voor Satan is er geen redding meer. In de volgende uitzending lezen we verder in Jesaja 14. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.